meneer De Lord voor de uitreiking van de Lullo Braveheart bokaal. Die hij toch, ondanks dat hij niet is meegeweest in het weekend, juist daarom heeft gekregen. Meer dan verdiend, hè. Grote kering lopen. Inderdaad, dat is juist. Dus nou, we gaan hem zo even filmen. We hebben de bokaal in de tas zitten. Netjes. Met nog wat extra foto van een klein fotootje van het Zandam, van de harts in klederdracht. En we hebben nog een Tuinman Tonsbergers MV's DVD. Waar hij wel, en een klein badjasje. En een klein badjasje. Dat hoort de heer zo meer, ja. Ben ik nou echt de enige ouwe. Nou, inderdaad, dat is juist. Tot na de reclame. We gaan er even uit. Dat is je eigen schoorrek, Lange. Want je komt op de camera natuurlijk. Oh, wordt gefilmd of voor een foto? Ja, eigen filmen. Oude moet er gewoon voor gaan zitten natuurlijk. Foto's, dus verleden tijd. Volgens alles, YouTube natuurlijk. Even een slokje. Op het volgend jaar. Op het volgend jaar. Dat je erbij mag zijn. Dat je erbij moet zijn. Wat is hem? Ja, ik ken hem al natuurlijk, hè. Het is aan u om in ere te houden. Ja, nou, ik ben er volgend jaar in te leveren. Ik ben er heel trots op, jongens. Ik ben blij dat jullie mij verkozen hebben tot Lullo Braveheart van 2009. En ja, het is eigenlijk was het een anti-kader actie. En ik heb me daar ook voor opgeofferd dit jaar. Zodat de anti-kader actie dus zal mislukken. Door mijn anti-kader actie, ja. Dus, nee jongens, even alle gekheid. Bedankt voor deze trofee. Ik neem hem met eer in ontvangst. Goed zo. Dank jullie wel, jongens. En haal hem schoon. Ja. Hoor. En volgend jaar gepoetst inleveren. Ja. Ja, ik heb nog wel een plekje op de zolder ergens. Goed zo. Lekker man. Lekker man.